Op het moment dat daar een mannetje tekort kwam, stond opeens die van Antwerpen in doel. Als wij er met mijn eigen vriendenteam op een gegeven moment 1-2 tekort hadden, was ik dolblij, want dan had ik tenminste een spits die er eentje maakte. Dus een Turkse spits. Ja, ja. Hij kostte wat centen, maar dan deed hij dat in ieder geval voor me. Laat maar gaan. Goed zit hij. Schiet in. Nog een keer. Wat wordt de tactiek? De tactiek is dat ik de jongens zoveel mogelijk vrij laat. Dus iedereen moet voetballen waar hij zich goed bij voelt. Links, rechts, door het midden. We laten de politieke stroming laten we hierbij los. Al hebben we wel een SP'er die heel graag links voor wil spelen. Dus die laat ik dan in zijn vrijheid. Maar goed, ja, we gaan het zien. Ik ga me er niet te veel mee bemoeien. We zijn toch allemaal vrienden? Ja, ik heb net al tegen de aanvoerder gezegd, Piet Kruger van GroenLinks. Geen trappen onder de gordel, netjes blijven, hoffelijk naar elkaar. En precies, dus niet van achteren en allemaal. Laten we er vooral heel veel plezier van maken vandaag. Belangrijk, toch? Ja, zeg maar. Waar komen ze? Eerst met de zon mee, hè? Ja, okay. Met de zon mee? Daar. Nou, ik vind het nog wel meevallen. Wat ik je net zei, voor de wedstrijd hoorde ik geluiden van 30-0. Nou, eerste wedstrijd slechts 3-0. Dus is daar een tevreden coach? Ik ben tevreden. Als je beseft dat het gemeenteraadsleden zijn die normaal niet voetballen. En nu op een veld staan tegen jongens die vorig jaar volgens mij kampioen zijn geweest. Hoeveel ballen heeft u geraakt, meneer Petit? Nou, ik heb één keer een bal weggehaald van iemand die hem toegespeeld kreeg. Daar was ik al heel blij mee. Ja, we spelen natuurlijk echt een goed team. Dat flink geoefend is. Dat merk je wel. Maar is er wel maar 3-0 achter? Ja, we lachen er gewoon bij. Dus het is een leuk potje. Dus, en we gaan ons best doen. Margaret, lukt het nog een beetje? Nou, ik zou je heel eerlijk zeggen, Fokko, volgens mij moet ik dadelijk aan de zuurstof. Die jongens die gaan er zo tegenaan. Dat is niet om bij te houden. Ze zijn echt goed. Hoe getraind ben jij? Niet. Je kan wel zeggen, het laatste half jaar heb ik heel weinig gedaan. U staat nu in reserve? Ja, ik moet wel. Anders zijn we man te veel, hè? Ja. Dus, voor elkaar. Ja, dus, het is even tikken voor jullie, dit. Ja, we houden ons in. Dus, jullie houden je nog in zelf? Ja, moet toch wel. Anders wordt een slagpartij, moeten we ook niet hebben. Nou, het is gewoon lekker een sportief avondje, toch? Dus meer is het niet, dus kom allemaal goed.
was niet eerder geschoten nu, maar kom door. Doorgaan, doorgaan, doorgaan. Hoor, niks aan de hand. Ja, goed zo, hand uit. Ja, ik hoor toch wel een scheidsrechter hoor toch, neutraal zijn, maar ik hoor jou toch af en toe wel wat commentaar geven in positieve zin naar de bepaalde spelers. Ja, dat doe ik wel een beetje met opzet om de onervaren voetballers, en dat zijn toch de meeste van de raadsleden. Peter Heikoop kun je echt zien dat hij een voetbalverleden heeft. En ook de keeper Dick van Antwerpen is echt een getalenteerd mannetje. Ik hoor jou af en toe echt een compliment uitdelen naar Dick van Antwerpen. Nodig. Je moet ze aansporen. Je moet even de underdog een beetje aansporen. Aan de andere kant, als de jongens van GSC iets moois doen, dan vind ik het ook prachtig hoor. En ik probeer uiteindelijk mijn oordeel zal altijd eerlijk zijn. Oordeel. Ja, die zit erin, mooi. Heer de wethouder, gaat het naar wens? Nou, nog niet helemaal, Fokko. We hebben helaas een kleine achterstand opgelopen. Maar... 3-0, valt mee. Ja, valt mee. Maar of het gaat omdraaien, weet ik niet. Ik zie al dat Mark het schoeisland wisselen is, dus wellicht levert dat nog iets op. En ik hoop dat... Je ziet wel dat de jongens een beetje moe worden. Dus ik verwacht dat er nog één of twee in kunnen prikken, tweede helft. Maar het samenspel, dat gaat best wel goed in jullie team. Ja, valt niet tegen, hè? Nee, nou, we zijn in ieder geval een echt team. Dus we winnen samen, we verliezen samen en we hebben wel een beer van een keeper. Want Dick van Antwerpen die houdt er heel veel uit. Dus daar zijn we heel blij mee. Dick van Antwerpen in doel was een gouden greep, hè? Dick van Antwerpen, dat was sowieso... Die moest gewoon keepen. Ik weet dat hij in het verleden heeft gekiept. Dus dat lag wel voor de hand. En dat laat hij nu ook wel zien. Dus, hij heeft er minstens, nou, denk wel 10 tegengehouden. Ja, ik denk wel iets in die richting. Ja, hij doet het heel goed. Het wordt nog spannend. Ik moet zeggen, het ging niet slecht. Ik geloof dat ik er aardig wat uit heb kunnen houden. Maar wat is geworden? De stand had heel wat slechter kunnen zijn voor jullie. Ja, aan de andere kant, ik denk dat er los van de uitslag, denk ik dat het belang van deze wedstrijd gewoon is. Dat je gewoon aangeeft, ook als raad en als spelers. We staan mooi in donker, maar goed. Weet je, het gaat om sport. En het gaat hij om, heeft ons er doorheen gehaald. En het gaat om een spelletje. Ik bedoel... Ik vind het zo'n, als je kijkt naar de aanleiding voor deze wedstrijd, ik vind het zo'n waanzin dat een discussie zou zijn waar je wieg zou hebben gestaan. We zijn verdorie allemaal Dordtenaren. En daar zou het moeten gaan. Dus hij vindt het wel een goede gedachte. Dat moet toch allemaal kunnen, maar ik kom maar even terug bij Moira. Ja. Stelling, een voetbalteam moet een afspiegeling zijn van de Dordtse samenleving. Wat de jongen daar ook zei, van ik wil graag met mijn vrienden voetballen. En daar zit misschien ook wel de crux dat de Turkse jongens wel heel graag met hun Turkse vrienden willen voetballen. Daar heb ik wel een probleem mee, omdat ik denk dat dat niet goed is voor de samenleving en dat je een soort parallele gemeenschap krijgt dan. Weet je, ik ben naderhand ook met een aantal vrienden, hadden wij zoiets van ik wil in een vriendenteam voetballen. En er waren erbij die konden behoorlijk goed voetballen. Er waren erbij die moesten wel van tevoren zeggen, jongens, we spelen eerst die kant op. En als we thee hebben gedronken, dan gaan we de andere kant op. Maar toen heeft de club ook op een gegeven moment geprobeerd. Van ja, maar ik wil die betere spelers daar weg hebben. Ja, ik wil mijn vrienden voetballen op dat moment. Ik heb heel lang inderdaad met Nederlandse jongens voetbald. En ik heb heel lang, ik werk nog steeds met Nederlandse jongens wat dat betreft. Alleen het probleem is dat al die Turks dan graag bij elkaar blijven. Op het moment dat je een fout maakt, is het die Turk. Die maakt de fout. Als dat eruit is... Dan is heel het probleem eruit. Ik ben wel het eens met de gedachte dat je een afspiegeling moet zijn van de samenleving. Ik heb vroeger ook hier zelf gevoetbald. Ik voetbalde vroeger ook met een Turks team mee. En er werd net wel een grappige opmerking gemaakt over dat het makkelijk is als je dezelfde taal spreekt en de tegenstander weet niet waar het over gaat. Maar als jij zelf meedoet, dan is het wel prettig dat die speler weet waar het over gaat. Ik weet niet waarom we alleen Nederlands moeten spreken op het veld, want ik weet niet of dat een KNVB-regel is. Denk het niet. En er zijn ook sommige jongens, niet bij ons, maar bij een andere vereniging, die vanuit het buitenland komen, die ook alleen maar Engels praten. Als wij in het Turks er niet uitkomen, zeggen ze in het Nederlands. En als we in het Nederlands niet uitkomen, zeggen ze in het Turks. Kunt u mij dat ook leren? En ik denk dat ook mensen die de Nederlandse taal niet spreken, die hier in Nederland komen, hetzelfde effect hebben. Dat als zij onder heel veel Nederlanders staan die alsmaar aan het praten zijn, en af en toe eens kijken naar diegene die geen Nederlands spreekt, dan moet je ook denken van ja, waar hebben ze het over? Ik vind zelf dat er Nederlands gesproken moet worden.
Ik vind dat met respect te maken heeft tegenover de andere mensen op het veld. Niet alleen op het voetbalveld. Als ik in een bus zit bijvoorbeeld met een Turkse vriend, dan praat ik ook Nederlands. Want als ik Turks ga praten, dan voel ik gewoon dat de mensen om me heen, dat die een beetje, hoe moet ik het zeggen? Ongemakkelijk worden. Ja, ongemakkelijk worden. Dus ik denk dat het een beetje respect met elkaar te maken heeft. Als je onderling bent, dan kan dat wel, denk ik. Maar als je mensen om je heen hebt, dan vind ik toch dat er Nederlands gesproken moet worden. 8 jaar geleden ook, ja, een van de dingen geweest waarvoor wij hebben gezegd, jongens, wij gaan laten zien naar de buitenwereld dat wij het wel kunnen. Dat wij met elkaar, met één etniciteit, in dit geval echt Turken met elkaar, dat we juist wel kunnen voetballen. Zonder ruzie te maken, gewoon binnen de normen en de waarden van de club, zoals het hoort. En dat we dat gewoon 8 jaar lang genoeg bij Emma hebben laten zien. En nu bij GC. Wij kunnen er ook op komen, dat is het kan hetzelfde. Wat ik vanavond niet hoorde, is eigenlijk angst voor de ander. En dat heb ik helemaal niet gehoord. Hoe komt dat? Dat krijg je dus als je met elkaar in gesprek raakt. Als je elkaar niet spreekt en alleen maar praat over mensen zonder dat je die mensen kent. Zonder dat je weet waar die mensen voor staan en beweegredenen. Achter je bureautje, wat John eigenlijk heel goed verwoord heeft, wetten gaat zitten verzinnen zonder dat je die mensen hebt gesproken, dan gaat het fout. Maar als je elkaar opzoekt en je gaat het gesprek aan, ik weet zeker, dan vind je elkaar.